heb zeg maar ook mensen die dan mij bericht gaan sturen op Instagram van ja, je vriend is zo slecht bezig. Ga jij ervoor zorgen dat hij weer een keertje gaat presteren? Dat soort dingen. Ja, dat raakt me wel echt. Ik zit hier met Noor Onderhani, de WAC van 2022. Gefeliciteerd Noor, hoe voel je je? Ja, ik voel me eigenlijk wel goed. Ik vind het sowieso een eer om hier te zijn. Ik heb echt een hele leuke avond. En ja, het is natuurlijk wel leuk om op reis te winnen, zeker. Ja. En vertel eens wat over jezelf. Ik ben de vriendin van Marcus Pedersen. Ik ben 21 jaar. Ik woon in Rotterdam. Ik ben hockeyspeelster voor Den Bosch dames heen en Jong Oranje. En hoe combineer je jullie carrières met elkaar? Want jij bent natuurlijk super druk met trainen in Den Bosch, hè? Ja, zeker. En hij in Rotterdam? Nou, hij traint voornamelijk 's ochtends. En ik train niet elke dag, maar als ik train, train ik soms 2 keer per dag. Dus bijvoorbeeld op dinsdag train ik 2 keer, dus dan zien we elkaar eigenlijk de hele dag niet. Maar op een of andere manier, als ik verliefd op iemand ben, heb ik echt alles voor diegene over. Dus voor mij is het geen moeite meer om dinsdag 9:30 nog terug te rijden naar Rotterdam. Hoe reageerde je omgeving erop toen je een relatie kreeg met de voetballer? Nou, de hockeywereld is wat vlak. Dus mensen, heel veel hockeyers gaan met hockeyers. Dus die zijn niet gewend als je met een niet-hockeyer gaat. Dus de reacties waren wel zo van, oh, heb je het dan wel goed? Die hadden wat vooroordelen, maar toen ze Marcus zagen, toen was het meteen weer goed. Hoe is het wereldje als spelersvrouw? Ik merk er niet zoveel van. Ik vind een aantal vriendinnen, bijvoorbeeld Diane, die vorig jaar WAC is geworden, hartstikke leuk. Ik kom hun vaker tegen. Het is ook heel gezellig, maar voor de rest voel ik er eigenlijk helemaal niks van. Ik ben gewoon super blij met mijn relatie, daar gaat het om. En of ik dan vriendin ben van Marcus of van wie dan ook, het gaat om de relatie en dat zit hartstikke goed. Dus zeg maar, een wedstrijd in de Kuip kijken is ook hartstikke leuk, maar daar doe ik het niet voor. En hoe van Marcus is het om voor het eerst in de Kuip te spelen? Hij kwam net verhuizen uit Noorwegen, alles was nieuw. Hij zat een beetje op een roze bol, dus hij voelde er niet zoveel van. Maar naarmate het seizoen juist meer, omdat mensen meer van hem verwachten. En ja, dan wordt het op een gegeven moment wel lastig, want in het begin verwacht niemand iets van je. En als je dan iets leuks doet, dan ben je al helemaal je van het. En vervolgens, als je dan een fout maakt, ja, dan krijg je soms echt wel zure reacties over je heen. En soms als ik op de tribune zit, hoor ik achter me als Marcus een bal verspeel van ja, waar ben je mee bezig? Hij is slecht bezig. En dan probeer ik me echt in te houden, ja. Maar dat is heel lastig voor me. Maar het gaat wel oké, hij is er nu aan gewend, dus. En kunnen jullie nog een beetje normaal met elkaar over straat in Rotterdam? Ja, dat gaat wel aardig, maar hij doet vaak wel zijn zonnebril, want hij wordt wel heel vaak herkend. Ja, dat is wel. Hoodie, zonnebril, alles. Ja. Helemaal in disguise. Ja. Dus nooit iets vervelends meegemaakt? Ja, wel naar de Conference League. Ik heb zeg maar ook mensen die dan mij bericht gaan sturen op Instagram van ja, je vriend is zo slecht bezig. Ga jij ervoor zorgen dat hij weer een keertje gaat presteren, dat soort dingen. Ja, dat raakt me wel echt en dat zijn wel vervelende dingen. En wat zou jij nou een leuke club vinden voor Marcus? Mocht hij weggaan bij Feyenoord, waar zou je jezelf wel zien wonen? In Engeland wel, Londen. Ik moet zeggen, met Italië heb ik niet zoveel. Londen of Engeland en Spanje wel. Spanje is mooi. Ja, zeker. En zeg maar, voor mij is dat ook het beste, want dan kan ik ook nog blijven hockeyen. Ik wil zeg maar niks doen. Ik wil ook in mijn eigen leven houden. En als ik in een land terechtkom waar ik ook niet kan doen wat ik zelf leuk vind, dan wordt het lastig. Maar voor hem heb ik het er wel voor. Als je nog één wens zou mogen uitspreken voor het komende seizoen, voor jullie, wat zou dat zijn? Voor mij, ja, één wens. Ik heb er eigenlijk 5. Landskampioen, Champions League. Eigenlijk alle prijzen die ik dit jaar heb gewonnen. En mijn debuut in het Nederlands elftal. En voor Marcus, alle speelminuten. Kampioen worden. Europa League misschien, of Conference League winnen. En gewoon echt spelen zoals je kan. Dan komt het wel goed. Top van je kunnen. En lekker debuteren. Huppakee. Enorm ontzettend bedankt. Mooiste voetbalvrouw, maar ook echt net zo mooi van binnen. Super top. Ga je carrière volgen? Yes. Bedankt voor het kijken en abonneer je op Voetbalzone. En tot de volgende keer.